We kennen denk ik allemaal wel het aangrijpende verhaal van een jonge Pakistaanse christin die vermeend een belediging doet richting de profeet Mohammed. Dan komt ze in de gevangenis terecht en daarmee begint een bijzonder verhaal. Laten we eerst naar wat beelden kijken. Dit is Asia Bibi, een Pakistaanse christin en moeder van 5 kinderen. Het is schokkend om te zien hoe christenen bedreigd worden, alleen vanwege hun geloof. The family of Asia Bibi, the Pakistani woman in prison on charges of blasphemy, is still praying she'll be spared from death. Asia heeft nog een kans. Jo Voortwind, mensenrechtenadvocaat, onvermoeibaar strijden voor gerechtigheid. Je hebt je voor christenen en niet-christenen wereldwijd die vervolgd worden ingezet. En dat doe je nog altijd, al vele jaren. Wat is nou precies het verhaal van Asia Bibi? Asia Bibi, een toen nog jonge dame, werkte op het veld met haar buren en collega's. En ging op een gegeven moment wat water halen. En heeft dat glas water ook aangeboden aan haar moslim buurvrouw. En die weigerde dat glas omdat zij christen zou zijn en zij onrein zou zijn. En toen heeft ze een opmerking over de islam gemaakt dat christenen het volk ook van het boek zijn. En dat christenen helemaal niet onrein zouden kunnen zijn. Nou, en dat is beledigend opgevat. En daar is toen een klacht over ingediend bij de lokale imam. En dat heeft uiteindelijk tot vele rechtszaken geleid. Waarbij in de lagere rechtszaken zij tot de doodstraf is veroordeeld. Vanwege blasfemie, het beledigen van Mohammed. Ik zou dus zeggen, dat is te gek voor woorden. Hoe idioot. Het is een bizar verhaal. Het komt ook omdat de blasfemiewet in Pakistan vaak gebruikt wordt. Om burenruzies te winnen uiteindelijk. Ja. Want het is een makkelijk argument om je gelijk te krijgen. Er zitten over de 1000 mensen vanwege die valse beschuldigingen van de blasfemiewet in de gevangenissen. En zij heeft dus uiteindelijk de doodstraf gekregen. Maar is in de Supreme Court, allerhoogste gerechtshof, is uiteindelijk vrijgesproken. Maar ze heeft wel bijna 9 jaar vastgezeten. Ze heeft 9 jaar vastgezeten. Ze zit nog vast. En ze zit niet meer in de gevangenis. Ze zit in een soort safe house in Pakistan in afwachting van een review. Want een oppositiepartij heeft nog weer tegen de hoogste uitspraak, de rechter, de Supreme Court, bezwaar gemaakt. Dat kan. En daar wacht zij nu die review af, dus een herziening van de zaak. De verwachting is wel dat ze binnen weken, binnen maanden uiteindelijk het land kan verlaten. Want dat is de enige manier om haar in veiligheid te krijgen. En het is aan haar natuurlijk de keus om een land te kiezen waar zij zich het meest veilig voelt en het liefst zou willen vestigen. En als dat Nederland is, dan is ze van harte welkom wat de ChristenUnie betreft. En de minister ook, minister Blok. Ik neem aan dat hij contact heeft met zijn collega's. Wij hebben via Kamervragen moties erop aangedrongen om haar alles te doen om haar in veiligheid te brengen. En als het in Nederland zou kunnen zijn, dan is ze wat ons betreft van harte welkom. En toch begrijpen heel veel mensen niet wat nou precies het verhaal is. Heel veel, als ik vandaag alle vloeken zou optellen die in Nederland worden uitgesproken en waarin God verdoemd wordt. Ik zou wel een ander kunnen aanklagen wegen blasfemie. Dan zou iedereen zeggen, het staat iedereen vrij om te zeggen wat je wilt. Dus waarom maakt Pakistan er zo'n zaak van? Ja, het is eigenlijk een bizarre zaak, want de blasfemiewet komt oorspronkelijk uit de Engelse wetgeving. Hè. Pakistan baseert zijn wetgeving op Engelse wetgeving. En ook in Europa hebben wij natuurlijk de blasfemiewetgeving heel lang gehad. Hè. Zelfs in Nederland nog tot ongeveer een jaar terug. Ja. Het was een dode letter, niemand gebruikte het, niemand werd erom veroordeeld. Maar het kwam voort uit respect voor religies. Ja. En de straf was dan ook daar een uiting van. Alleen in moslimlanden wordt dat nog steeds heel stevig gebruikt. Om de profeet Mohammed te beschermen. En het rare is dat op het moment dat moslims Christus zouden beledigen, dan staan er heel andere straffen op dan andersom. En andersom krijg je dus echt de doodstraf. Want als een moslim een christen beledigt, dan zeggen we nou ja, jammer, maar... Dan zou je een rechtszaak kunnen aanspannen, formeel volgens de wet, maar het gebeurt niet. Nee. En je krijgt er geen straf voor. Je hebt Saif al-Malouk meegenomen. Waarom? Ja. Saif is advocaat. Hij is advocaat in Pakistan voor de Supreme Court, het hoogste gerechtshof. Nou, dat is echt dan ben je een topadvocaat in Pakistan. Als moslim heeft hij het opgenomen voor een christen, Asia Bibi.
Terwijl hij ook wist dat de minister voor religieuze minderheden is vermoord om de zaak Asia Bibi. Er is een gouverneur vermoord om de zaak Asia Bibi. Er zijn andere advocaten vermoord vanwege de zaken die ze hebben opgenomen. En hij heeft het toch gedaan, ongeveer 6 jaar geleden. En ja, ik denk in een samenspraak met internationale druk, gebed, enorm belangrijk. Maar ook de professionele inzet van de heer Malouk is uiteindelijk Asia Bibi vrijgekomen. Dus veel respect voor wat hij heeft gedaan. Saif, thank you for coming to my home and to talk about Asia Bibi. What kind of woman was it? On death row? Was she crying? Was she helpless? Was she different? Courageous? I found her one of the extraordinary woman on this universe, I tell you. If me and you had put on death row for 1 man, we will be gone. And when I met her, she was already there for 5 years. And she was smiling, she was talking, and there was absolutely no problem. It looks as she's not in the prison. And the reason I asked, why are you feeling so strong? She said, I believe strongly in Jesus Christ, and I know he's with me, and nothing will happen to me. Wow. And she was wonderful. I mean, were you surprised? I was amazed, not surprised. That a woman who's never gone to school for even 1 day, who's so poor that she's working in the fields for 1 pound sterling a week, and her husband is also a laborer, her 1 daughter is mentally retarded, and with all that background, she's giving a look of a very, very wise woman of the earth. You defended her, and I'm very proud of that. That led to her freedom. So she's not longer on death row. So how hard was the fight for you? I think it was really very, very hard. Very, very hard. I mean, all the times I was under the police protection, my family under the police protection, the normal liberties has gone away since 6 years. And I don't understand completely why you, as a very respected lawyer, part of the Supreme Court, was so threatened. How did they dare to do that? I think this was first time in my 38 years practice that in any country of the world, the people came forward in the public meetings, in the television, in the newspapers, that if judges accept Asia Bibi's appeal, we'll kill the judges of the Supreme Court. It's never happened. So my salute to those judges. In spite of all the situation, they reserved the judgment on 8th of October of hearing. And they announced it after 3 weeks on 31st. And all this time was, we'll kill you, we'll kill you, we'll kill you. And they went by, they stood by the Constitution of Pakistan. And they stood by the rule of law. And they did not let these threats or these mob or these religious fundamentalists to prevail over the Supreme Court of Pakistan. Would you defend her again with all you have experienced? I think I would love to defend her again and again, and many other Asias, yeah, if they're again persecuted on a false charges. I would love to protect them, defend them, even at the cost of my life and my family. Are you sure? I've approved it. There's no question of sure. I've gone through the test. Cannot go back to Pakistan, your own country at the moment, where you have a beautiful home, where you have your family. You have to be in safe places here in Europe and you travel. What is your dream? You want to go back to Pakistan or you want to live here because of all the threats? I think everybody has a dream to stay within his own country, move in those streets where we were a small kid, we've gone to schools, we've gone to colleges, we've played with his friend. So all those cultural attachments, you can never forget, even you made the president of one of the country outside. So of course I would love to be back in my country. One day, Asia Bibi will land somewhere in a country.
And probably you will welcome her. What would your first sentence be? I think she from hell, she will enter to paradise. That would be my first sentence. Thank you very much. Please, you're a courageous man, and thank you for what you did. Dank je wel. Een bijzonder verhaal, joh. Ik denk dit voor jou ook heel bijzonder is, omdat heel veel christenen in moslimlanden steeds meer onder zware druk komen. Kun je daar een beeld van geven? Ja, wereldwijd weten we van organisaties als Open Doors, maar ook van Stichting Vervolgde Christenen, die hem naar Nederland heeft gehaald, ook veel respect voor, dat er wereldwijd 200 miljoen christenen vervolgd worden vanwege hun geloof. En je ziet met de opkomst van Al-Qaeda, de Taliban, ISIS hebben we natuurlijk net gehad, radicale moslimgroeperingen, dat die druk alleen maar groter wordt. Ja. En dat zien we in Pakistan, dat zien we nu ook in India meer en meer. Maar we weten van de vervolging natuurlijk in Noord-Korea, de communistische landen, China, maar ook Iran, waar christenen nog steeds zwaar hebben. Vooral als je tot bekering komt, van moslim tot de christendom, dan heb je het zwaar. Want je kan niet zomaar naar een kerk gaan. Bijvoorbeeld in Iran, dan mogen ze niet, als bekeerde christen, mag je niet naar een kerk gaan. Want ze mogen daar nog ineens spreken in het Farsisch, in het Iraans. Dus het is heel lastig voor christenen. En daarom... Waarom zet jij je zo in? Want keer op keer zie ik jou in de Tweede Kamer, na het spreekgestoelte stellen, je zorgt voor nieuwe wetgeving. Waarom? Waar zit dat hart van jou? Waarvoor klopt dat? Omdat ik het bizar vind dat wij anno 2019 het nog steeds laten gebeuren dat mensen die vredelievend zijn, christenen die vredelievend zijn, trouwens, de ChristenUnie komt ook op voor moslims die vredelievend zijn en hun geloof willen uiten. Maar als die mensen niks anders doen dan in een andere god geloven dan in het land waar ze zitten, waarom worden ze dan zo enorm vervolgd? Hè? Waarom die haat? Dus het maakt voor mij, bij mij een woede los en een boosheid. Waarbij ik denk, dit is echt onrecht. Die mensen hebben niks verkeerd gedaan. Geloven misschien in een andere god dan waar ze vandaan komen. Deze mensen moeten ondersteuning krijgen van het Westen, van Nederland, van onze regering. En daarom ben ik ook blij dat wij nu deel uitmaken van een coalitie godsdienstvrijheid als belangrijk speerpunt van het buitenlands beleid hebben gemaakt. En dat we daar ook extra geld voor hebben vrijgemaakt. De vorige keer toen ik je mocht interviewen, nou, zat je de oppositie. Nu ben je lid van de coalitie. Heeft dat een verschil gemaakt? Dat maakt zeker een verschil. Kijk, als oppositie ben je afhankelijk van de goodwill van de minister of van andere partijen. Hier zitten we nu letterlijk aan tafel en kunnen we meepraten over het beleid. En kunnen we gezamenlijk met de andere drie partijen meteen een meerderheid vormen in het parlement. Waardoor de minister, waardoor de minister gestuurd kan worden door het parlement, het hoogste orgaan van de democratie in Nederland. En dat betekent ook dat toen meneer Malouk naar Nederland kwam, dat wij meteen ook de minister gebeld hebben en gezegd hebben van wat kunnen we doen? Kunnen we onderdak regelen? Kunnen we kijken of hij asiel zou kunnen krijgen? Deze man die heeft zijn leven gewaagd om een christen vrij te krijgen. Als wij die het internationale recht, godsdienstvrijheid hoog in het vaandel hebben, deze man niet fatsoenlijk en netjes kunnen opvangen, nou, dan zijn onze woorden niks waard. En gelukkig is het ook gelukt om hem goed onderdak te geven en we hopen dat hij ook asiel krijgt. Als het dan gaat in discussie over wie is mijn naaste, ja, dan zien we dat Matthäus 28 zegt ga heen en verkondigt het goede nieuws. Niet alleen aan Jeruzalem, nee, maar aan Jeruzalem, Samaria, Judea en de uiterste van de wereld. Dus dat goede nieuws, ja, dat mogen wij brengen. Dat Gods koninkrijk onder ons is, dat God in ons wil wonen en dat God vrijmaakt, dat God geneest. Dat God je perspectieven kan geven, hoop kan geven voor je leven. En dat doe je soms met woorden en soms doe je dat met daden. En deze meneer heeft het, ondanks dat hij geen christen is, met daden gedaan. En deze mensen proberen wij vanuit de ChristenUnie te ondersteunen. Financiële middelen, diplomatiek, zodat Gods koninkrijk tot de uiterste van de wereld verkondigd wordt. Wat is jouw wens voor dit nieuwe jaar? En ook voor de kijkers van Hour of Power? Ik hoop dat we in een toch wel meer gepolariseerd Nederland, net na de kerst, elkaar beter kunnen vinden. Naar elkaar kunnen luisteren, zonder dat er meteen veroordelingen komen. Ik lees Twitter ook en social media. Er wordt zo snel een oordeel geveld over mensen, wat ze vinden, wat hun intenties ook zijn. En ik hoop dat we wat meer naar elkaar gaan luisteren, wat meer elkaar proberen te vinden wat onze motieven zijn. Want ik denk dat we veel dichter bij elkaar zitten dan de boosheid die bij veel mensen in hun gedachten zit. Dankjewel.
Thank you so very much. I want to give you both a present. You're a shining light in this world. Ah. So, two candles. Ah. Hopefully soon you can light a candle with your family. Thank you very much. Voor jou, ik weet dat jij van Henry Nouwen houdt. Die ben ik, met drie preken van Hour of Power erin. Ja, ontzettend leuk. En ik geef dat graag aan je. En je bent veel onderweg in de auto. Mooie muziek. Muziek ja, van het koor van Hour of Power. Ja, hartstikke mooi. Dank Thank you so very much. Many blessings on what this year will bring to you. And I hope peace and justice. And dank je wel, Joël. Thank you for calling. Dank je wel.